Het is woensdag 8 juli. We zitten in de Oude Gaffel. Bij een evenement van krachtvrouwen. Die zeg maar een hele tijd geleden de gaffel gekraakt hebben, ze groot woord, maar gewoon in bezit hebben genomen. En nou een waanzinnige speelruimte hebben voor de kinderen uit de wijk. En vooral uit het Oude Westen. Zoals je ziet, is het een. Madhouse of Kids. Laagvliegende ballonnen. We hebben zelfs een springkussen binnen. Hey. Buitenactiviteit gewoon binnen. Happen erbij. Ja, kijk. Hey jongens, schoenen te koop. Je schoenen kwijt bent, moet je hier gaan in de oude gaffel. Zelfs aan de inwendige mens is gebracht, dus hoe nu gewoon, kijk, de zijde zit hier nu. We hebben wat eten, drinken. We missen niks. Oud-horen stouw knippen. Oud honden vol knippen, nieuwe sport. Alle kinderen, ze gaan even allemaal naar buiten. Dus alle kinderen gaan nu even naar buiten, alsjeblieft. Ga jij ook naar buiten? Ja? Ja. Voor de laatste woensdagmiddag dit seizoen. Wat is de tijd snel gegaan? Ik herinner me nog heel goed hoe we hier met z'n allen aan begonnen. En we waren met z'n zessen, vier jongens en twee meiden. En CMV bracht ons bij elkaar. Maar al snel gingen er twee jongens weg. En gelukkig hebben we dat al op kunnen vangen met de komst van Jente. En uiteindelijk hebben de dames het van de heren gewonnen. Want we zijn nu met drie meiden en twee jongens overgebleven. Nou, via Stichting MOVE kregen wij de kans om aan dit project te beginnen. En wij willen Doreen en Stichting MOVE ontzettend bedanken voor deze kans. Ook de gemeente Rotterdam heeft ons de eerste maanden ontzettend geholpen en veel voor ons betekend. Ze hebben ons stap voor stap geholpen om dit project op een professionele manier op te zetten. En voor ons studenten was dit project ontzettend nieuw en soms wisten we echt niet waar we aan begonnen. Maar dankzij de kennis en de expertise van de trainees en vooral hun kritische werkhouding hebben we veel geleerd. Het was niet altijd makkelijk en ik denk dat we zeker allemaal in het begin wel door het stof moesten gaan. Maar uiteindelijk viel bij ons allemaal het kwartje en heeft het onze groep alleen maar sterker gemaakt. We raakten steeds beter op elkaar afgestemd en daardoor konden we goed met elkaar samenwerken. En dat zag je ook iedere woensdagmiddag terug. Er kwamen steeds meer kinderen op onze activiteiten af en dat
dat is echt wel mooi om te zien. Ook Betty heeft daar een ontzettend belangrijke rol in gespeeld. Door haar grote connecties hier in de wijk. En ik vind het wel leuk om er nog erbij te zeggen. De eerste keer dat ik iets over Betty hoorde, was dat zij ze ontzettend bekend stond in de wijk. Maar het is echt zo. Iedereen kent Betty en Betty kent iedereen. En ja, dat is wel mooi. Heel typisch. Ja. Het aantal kinderen ook wat hier dus nu iedere woensdagmiddag komt, is sinds het begin wel verdubbeld, zoals ik net al zei. En dat geeft wel aan dat door de weken heen onze groep steeds hechter is geworden en onze activiteiten toch wel aantrekken. Maar toch hebben we niet altijd in deze locatie gezeten. En zoals jullie allemaal weten, zijn we vanaf februari begonnen in de Paradijskerk. Sinds die tijd stond de Ark iedere woensdagmiddag tot onze beschikking. En hiervoor willen wij Pastor Hans in het bijzonder bedanken. Uw gastvrijheid heeft ons hartstikke bedankt. Daarom hebben wij ook een speciaal cadeau voor u meegenomen. Dus mag even naar voren komen. Wow. Dit is voor u, vooral uw gastvrijheid en uw aanwezigheid iedere woensdagmiddag. Dankjewel. Ik vergeet nog één klein dingetje. Voor Betty hadden wij ook wat. Dus Betty, kom maar naar voren. Ja. Dit is voor jou. Hartstikke bedankt. Voor je devotie en aandacht. Ja, sinds we in de nieuwe gaffel zitten, hebben we intensief samengewerkt met TOS. En dit heeft onze woensdagmiddagactiviteiten toch op vele vlakken wel een andere dimensie gegeven. En ook daarvoor onze dank. TOS bedankt. Maar ik denk dat het hoogtepunt van al onze activiteiten toch wel het maken en het opnemen van ons eigen lied is. En het lied vat op een speelse manier samen wat de essentie is van onze activiteiten iedere week. En het doel waarmee we dit project zijn begonnen. Het nummer is geschreven door ME, maar die zit buiten. Dus één van de studenten. En het is geschreven op het nummer Root van Magic. En hierbij wil ik het nummer graag aan jullie onthullen. Maestro, Magic. Wacht even, de kinderen mochten er niet bij. Oh, is het ook belangrijk voor de kinderen? Ja. Kinderen, wij willen heel graag het nummer onthullen wat een aantal van jullie hebben ingezongen. Dus misschien vinden jullie dat ook wel heel leuk en spannend. Over een paar seconden wordt hij aangezet. Daar komt hij dan. Ik spring op mijn fiets, er is tijdens boos. Maar mijn vrienden al gaan staan. Het zonnetje schijnt en ik voel me klaar. Ik loop naar ze toe en wat ik voor zei was. Ga je mee vanmiddag wat te spelen met elkaar? Zeg ja, zeg ja, we samen spelen. Woensdagmiddag zijn we vrij. Er wordt een bij ons zijn.
voel het nog aan. Eindelijk gaan we spelen. We zijn onderweg, maar wat doen we daar? Iemand is echt te vervelen. En dan ga ik naar kant. Oh, maar jullie roepen mij nog naar. En ik zie op de arm. En ik zeg, ga je mee vanmiddag wat we spelen met elkaar? Nou, dat was een woordproefje van jullie eigen nummer. Applaus voor alle kinderen. Ik heb nog een heel leuk nieuwtje. Iedereen van jullie krijgt een eigen cd mee met het eigen nummer. Ja. Als allerlaatste wil ik Amina bedanken voor, als initiatiefnemer voor Krachtvrouwen. En dankzij haar zijn we ook deze woensdagmiddag activiteiten mogelijk. Dus Amina ook ontzettend bedankt. Hallo iedereen, goedemiddag. Hier, ik wil graag echt bedanken Pastor Hans. Echt voor mij te geholpen. Voor zes jaar. Zes jaar met deze kinderactiviteiten. En het was echt een moeilijke tijd gehad. Een goede tijd we hebben gehad. En vier jaar zonder ondersteuning. Ik ben echt bedankt Hans. En ook gemeente Rotterdam, die hebben naar ons gekeken en zeggen hoe jullie willen graag ook een help moeten krijgen. En echt bedankt voor gemeente Rotterdam. De studenten die hebben ons geholpen. Mijn collega Betty die heeft heel goed gepakt ook. En de kinderen ook voor de oude Westen. En de moeder ook heeft goed gepakt. Dankjewel allemaal. Ja, en wat gaan we dan vandaag doen? Jullie hebben alle kinderen die hebben een kaartje gekregen. Daarover staan alle activiteiten die we vandaag gaan doen. Er is hier achter een popcornautomaat. Er zijn hier hapjes. En meisjes kunnen hier hun haren laten vlechten. Kinderen kunnen schminken. En er is een grote springkussen. Wat jullie kunnen doen. Heel veel plezier vandaag.